Beste kijkers, goedendag. Ja, een groot deel van de dag verliep prachtig, met flink wat ruimte voor de zon. Wel een duidelijke toename van de wind in de loop van deze dag. En ja, de foto hier achter mij heb ik voor de verandering een keer zelf gemaakt. Bij de Wevershoeve vanochtend, toen ik aan het wandelen was met mijn honden. Fraaie zonsopkomst op dat moment. Nou, na een onstuimige avond met kans op zware windstoten en regen, krijgen we vannacht ook te maken nog steeds met een flinke wind. Boven land krachtig, windkracht 5 of 6. Aan zee hard, windkracht 7. Een wisselende bewolking, kans op een bui en temperaturen zo'n 5 à 6 graden. En ook nog altijd kans op windstoten. Ja, en dan morgen overdag, de donderdag, nou gaat die vervelende wind eindelijk in kracht afnemen. Tot matig of aan zee tot vrij krachtig, een windkracht 5 uit het zuidwesten. Temperaturen komen uit op een graad of 8. We hebben te maken met veel bewolking. Soms komt de zon even tevoorschijn. En vooral in de middaguren moet rekening worden gehouden met een enkele bui. Nou, na morgen zien we op vrijdag geregeld zonneschijn. Tot de avond op de meeste plaatsen droog, een graad of 9. Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag, dan gaat het regenen. Zaterdag overdag, dat wordt wellicht een onstuimige dag. Stormachtig weer, met kans op zware windstoten, een wisselende bewolking en een aantal buien. Zondag, dan neemt de wind weer in kracht af. Een wisselende bewolking, slechts een enkele bui dan. Een temperatuur van een graad of 9. Dus al met al een wisselvallig weerbeeld. En wat opvalt, is dat de temperatuur zaterdag dan vooral even een flinke piek vertoont. Want dan kan het 13 graden gaan worden. Nou ja, rest mij u nog een prettige dag toe te wensen. En heel graag tot morgen.